Een fantastische avond allemaal en welkom bij deze wedstrijd. Waar u ook bent, ter land, ter zee of in de lucht. Ik kan u alvast meedelen dat het een prima weertje is voor een stevige pot voetbal vanavond. De commentatoren zijn Jeroen Guter en Siert de Vos. Een Division Rivals wedstrijd. Dat is wat we voor u in petto hebben. Dit is Dream Destroyers tegen Bears. Zoals altijd weer een onverdeeld genoegen om hier te zijn. En ik heb het gevoel dat we iets moois gaan meemaken vandaag. Nou, zit je er klaar voor? Neto. Dennis Bergkamp. En dan Marcos Acuña. Bal bij Sheva. Een belangrijk. Kan er zomaar in. Heel mooi dat gevaar eruit gehaald met die verdedigende actie. Kijken naar de spelers in de basiself van Dream Destroyers. Hugo Lloris is de doelman. David Alaba speelt in de verdediging met Virgil van Dijk in het centrum. In de aanval staat Fernando Morientes samen met Andriy Shevchenko. De coach van Bears koos voor deze opstelling. Op de doellijn staat Pieter Schmeichel. Cafu begint in de verdediging met Ashley Cole als backs. En voorin staat Zola samen met Eusebio. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Wat gaat hij hiermee doen? Net over! Oh, maar ja, wel een heerlijk schot hoor. Ja, en goed geplaatst ook, hè. Ja, er zat veel finesse in die poging. Maar uiteindelijk was de inzet net te hoog. Neto. En ze hebben de bal weer terug. Dribbelt verder richting doel. Deze maken om de voorsprong te pakken. Geen doelpunt. Dennis Bergkamp. Einde van het balbezit voor Dream Destroyers. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Ze mogen inwerpen. Andriy Shevchenko. Die bal kan er gewoon in. Het gevaar is hier nog niet geweken. Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Petit terecht. Cole. Eusebio. Ashley Cole. Hier moeten ze de leiding nemen. Die pakt de bal op voor het gevaarlijk. Morientes. En de bal kwijt. Geschoten door Gianfranco Zola. Dat is een prima redding. Bal naar Kimmich. En dan naar Eusebio. Schot wordt goed geblokt. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is de voorsprong daar. Bal naar Kimmich. Kimmich. Goed er langs gegaan. Komt die net over. Oh, maar ja, wel een heerlijk schot hoor. Ja, en goed geplaatst ook, hè. Ja, er zat veel finesse in die poging. Maar uiteindelijk was de inzet net te hoog. Andriy Shevchenko. Paas wordt onderschept.
Eusebio ontvangt de paas. De tegenstander weet er niet af te stoppen. Bal weggewerkt door Van Dijk. Best. Wordt in de 16 gegeven. Goeie geplaatste kopbal met de keeper. Ja, die zit er prima bij. En zo makkelijk was het niet, hè? Om deze te pakken. Prima gedaan. Nu Eusebio. Het was een overtreding. Maar ze geeft voordeel. Beter opletten de volgende keer. Dit is niet nodig. Hij probeert op deze manier het spel te verleggen. De voorzet wordt gesmoord. Het afgelopen kwartier kwam Beers vaak aan de bal. En ze creëren kans op kans. Die winnende goal hangt in de lucht. Maar dan moeten ze zichzelf wel belonen. Wie weet kunnen ze weer een goede aanval opzetten. Goed verdedigd. Dennis Bergkamp. En met de bal aan de voet de uitbraak. En dan gaat deze bal er wel in. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd. Ah, dit is gewoon een optelsom, hè. Na zoveel druk, ja, kan een doelpunt niet uitblijven. Nee, paas komt niet aan. Onderschepping. Kans om gelijk te komen. Ja, dan maar zo. Het spel golft echt op en neer hier. Ze kwamen net achter, maar staan nu alweer op gelijke hoogte. Oh, Jeroen, deze goal wordt ingeleid door een knappe individuele actie van deze speler. Die de verdedigers afschudt en oog in oog komt te staan met de keeper. Ja, dat is toch wat te smullen. Zo'n knappe dribbel. En dan ook nog mooi afgerond. Dribbelt verder richting doel. Bal gaat naar de eerste paal. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke plek. Hij gaat schieten. Dat is een blok van Virgil van Dijk. Nou, de scheidsrechter fluit en dan gaan we rusten. Hebben van kant gewisseld en zijn klaar voor de tweede helft. En hij komt eruit met de bal. Ja, hij pakt hem! Bal naar Kimmich. Naar de man bij de tweede paal. Mooie kopbal, hoor. Dat scheelt niet veel, zeg. Nee, zeker niet. Via de lat gaat hij uiteindelijk achter. Mooie positie om de bal te heroveren. Ze werken de voorzet weg. Gianfranco Zola. Misschien een mogelijkheid hier. Deze paas wordt onderschept. George Best. Paas komt niet aan. Balverlies. Eusebio ontvangt de paas. En nu snel schakelen voor de counter. Doelpunt, ja! Natuurlijk, die noteren we ook. En zo gaan ze recht op de winst af. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Blijft goed aan de bal. Zola. Een behoorlijke duik over de keeper.
Corner voor het doel gebracht. Het schot van Eusebio. Schot geblokkeerd, maar gevaar niet geweken. Een routineklusje voor de doelman, dit schot. Alaba. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. En dan komt de voorzet. Tja, en dan eindigt die voorzet zo in de handen van de doelman. Daar had meer in gezeten. Onderschepping door Virgil van Dijk. Bergkamp krijgt hem. Creëren de Dream Destroyers hier een kans. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Redding, de bal blijft in het spel. Oh, denk dan nog even na voordat je schiet. Het was een enorme dreun. Maar ja, met wat meer beheersing had hij nu gewoon in het net gelegen. Nu Eusebio. En Zola pikt die steekpas. Zo, alleen op de keeper af en Hugo Lloris, die pakt hem. Alaba werkt hem goed weg hier. En ze krijgen de bal weer. Morientes. Hij laat zich niet wegzetten door die tackle. Kans om gelijk te komen. En hij maakt hem. Koek, koek. Ze staan weer gelijk. Ik dacht even dat hij naast zou gaan, maar de bal valt toch via de binnenkant van de paal binnen. Door dat doelpunt is de stand opnieuw gelijk. Ze houden het wel spannend zo. Virgil van Dijk. Hier is Van Dijk. Alaba. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. We krijgen een inworp. Zola ontvangt hem. Ze geven die bal zomaar weg. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Deze om voor te komen. Lloris houdt hem tegen. Andrei Shevchenko. Mooie actie. Daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hoe gaat hij hiervoor bestraft worden? Een heerlijke vrije trap. Wat een redding ook van deze keeper. Klem vast. De teams zijn nog in evenwicht. We zijn bijna klaar met de reguliere speeltijd. En de bal ingeleverd. Die tackle was niet volgens de regels. En dus solliciteert die speler hier naar een gele kaart. En nu komt hij.
hiermee weg. Hij heeft al geel. Het zit er nu bijna op. Maar als deze aanval tot een goal leidt, winnen ze de wedstrijd. De speler wordt geholpen. Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Hier is Kelly Smith. Nog 2 minuten blessuretijd. Hieruit kan een counter voortkomen. Het zou me niet verbazen als hier een gele kaart voor wordt gegeven. Hier is Marcos Acuña. Wat dichtbij voor de voorsprong. En die zit al te benauwd. Zij doen niet altijd, hè. Deze wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen. Nou. Dus niet. Geweldig, hoor. Hoe ze eraan bleven sleuren. Ja, het blijkt maar weer dat je scherp moet blijven tot het eindsignaal. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Nou, was een leuke wedstrijd, zie je het. Het ging behoorlijk gelijk op. Maar dat ene doelpunt heeft dan uiteindelijk toch voor de beslissing gezorgd.